programma doen. Voor dit programma ben ik op zoek gegaan naar jongeren die iets bijzonders doen. Zoals jongeren die al weten wat ze willen en daar naartoe zijn aan het werken. Dan moet je denken aan jongeren met een eigen bedrijfje of goede ideeën. Of jeugd met bepaalde talenten op cultureel en sportief gebied. De gemeente Brunsum vond dat ik maar eens op zoek moest gaan naar deze jongeren. En ik heb ze gevonden. Ik heb met hun gesproken over hun dromen, hun ambities en eventuele hindernissen. In 3 afleveringen stel ik een aantal van deze ambitieuze jongeren aan u voor. Welkom bij Niet Dromen, Maar Doen. In deze eerste aflevering een piloot, een meid die een eigen zaak begint en een snowboarder die de hele wereld opreist. Ik ben hier in Fysio Stoffbergen in Kerkrade. En we gaan praten vandaag met Jesse Augustinus. Hij is 18 jaar en dol op snowboarden. Leuk dat je ons wil ontvangen. Hoe ben je begonnen met snowboarden? Dat is al lang geleden. Ik ging altijd op vakantie in Fieberbroen. En daar snowboardde mijn vader al. Die kon al goed snowboarden. En ja, eigenlijk, ik was altijd het sleeën en zo. En dan vond ik dat een beetje saai worden. En toen zei ik dat ik dat ook een keer wilde proberen. Dus hadden we een snowboard gehuurd een keer. En toen ja, vond ik het zo leuk dat ik een jaarkaart kreeg voor mijn verjaardag. En een beetje een snowboard voor kerst en zo. En toen ja, werd het een beetje sneeuwbaleffect eigenlijk. Dus kreeg ik steeds meer en zo, ja. Dus je vader heeft het je geleerd? Ja, mijn vader heeft het geleerd. Door hem ben ik het echt gaan doen. En heeft hij het je aangeleerd? Of heb je een coach? Ja, hij heeft me de eerste keer geholpen. En daarna heb ik eens een keer een lesje gehad. En daarna maakte ik al snel vrienden met jongens die wel goed konden snowboarden. Dus heb ik eigenlijk veel daarvan geleerd. En je gaat ook vaak naar Snowworld? Ja. Doe je daar gewoon bij trainen? Of ja, meestal wel. Ja. Het is daar rustig, ik ben er alleen. Dus meestal probeer ik daar dingen die je in het buitenland niet zo snel zou proberen. Omdat het een stuk kleiner is dan Snowworld, het is een stuk minder eng eigenlijk. Dus het is fijn om daar soms dingen voor de eerste keer te proberen. Is snowboarden goed te combineren met school? Ja, het is lastig en het is ook eigenlijk niet te doen, maar ik weet niet. Op een of andere manier sleep ik mezelf er altijd wel weer doorheen. Dus haal ik het alle twee. Op welke school zit je? Ik zit in Sittard op school, Leeuwenborg College. En welke opleiding volg je? Commerciële economie. Oké, okay. En je wilt graag verder met snowboarden? Ja. Ik stop ook met school zodra ik deze opleiding af heb. En dan zie ik wel wat er van komt. Het is niet dat ik een plan heb voor als ik stop met snowboarden ofzo. Ik zie wel. Hoe ben je ontdekt geworden? Of hoe oud was je toen je ontdekt werd? Met 11 kreeg ik mijn eerste contract, dus ik denk toen. Met 11 ongeveer, ja. We waren op trip. Ik werd al een soort van onderhanden genomen door sponsoren. Dus die gaven me al wat spullen en zo, maar verder nog niks. En toen hadden we een soort teamtrip, dus met nog meerdere jongens die ook gesponsord werden. En toen waren ze daar onder de indruk. En toen hebben ze gezegd dat ze een Europees team zouden beginnen. Dus met rijders van helemaal rond Europa die in hetzelfde team zaten. En ja, sindsdien ben ik onder contract. Dus ik denk toen, vanaf 11 jaar. Heb je veel moeten opgeven voor je succes? Nou, niet moeten opgeven, nee. Wel een beetje beperken, zoals school en vrienden in Nederland en zo, maar ik hoef niks op te geven, nee. En tijd voor een vriendin? Oh, dat heb ik niet, nee. Geen tijd voor? Ah, dat niet eens, maar ik weet niet. Nog niet? Gewoon niet, nee. En je reist ontzettend veel? Mm-hmm. Voor het snowboarden? Ja, maar voor het snowboarden. En zijn er ook wedstrijden in Nederland? Ja, er zijn een paar kleine wedstrijden in de indoorbanen, maar het stelt niet zoveel voor. Dus daarom ben ik altijd in het buitenland. Kun je vertellen waar je overal bent heen gereisd? Ik ben net terug uit Japan. Net terug uit Tokio. Dat was een hele grote wedstrijd midden in de stad. Nu ben ik een week thuis en morgen ga ik naar Londen. Dus ik ben eigenlijk wel overal, heb ik wel al gezien. Ja. Amerika, heel Europa heb ik al gezien. En hoe ziet zo'n wedstrijd eruit? Dat ligt eigenlijk een beetje aan waar je komt of wat voor een wedstrijd is. Het is eigenlijk altijd verschillend. Dus ja, dat is lastig te antwoorden. Het is ook moeilijk uit te leggen als je dat niet eens een keer hebt meegemaakt. Dus. Wat maakt snowboarden zo bijzonder voor jou? Oeh, is het leuk om aan te snowboarden, ja. Ik weet niet, denk het gevoel wat je krijgt als je weer iets nieuws leert. En je bent nu 18, je doet het al 10 jaar. Mm-hmm. Kun jij nog wat leren? Ja, nog heel veel. Ja, het is nog lang niet voorbij, dus
Dus ik ben nog steeds elke dag in de snow world of in het buitenland om nieuwe dingen te leren. Dat hou ik nooit op. Ik denk niet dat er ooit een punt is waarop je kunt zeggen van oh, ik heb het nu gehaald en het is nu klaar. Wie is je grote voorbeeld? De voorbeelden die ik heb zijn juist helemaal niet beroemd. Omdat meestal zodra mensen beroemd worden, zijn ze niet meer gredig zeg maar, naar het beste. Dus meestal tot aan de top of zo vind ik hun goed en dan staan ze er en dan, weet je, dan houden het een beetje op. Dus ja, de bekende mensen zijn niet meer idolen meer. Nee. En als jij ooit de top bereikt, wat dan? Mooie auto. Mooi huis, hopelijk. Maar kijk je daar dan zelf niet raar naar uit als jij de top zal bereiken? Ik zie dat op zich wel zonnig in, ja. Al zou het nu allemaal ophouden, dan zou ik wel al tevreden zijn met hoe ver ik ben gekomen. Dus het kan eigenlijk alleen nog maar beter. En blessures? Heb je al eens een blessure gehad? Ja, geblesseerd toch wel vaak, ja. Gelukkig niet al te grote blessures afkloppen, maar meestal ben ik dan wel weer snel op been. En stel je voor, je krijgt nu een blessure en je zou niet op reis kunnen voor een wedstrijd, wat dan? Ja, dat komt vaak voor. Dan liggen mensen er gewoon een seizoen uit en dan veel revalideren en dan proberen het volgende seizoen weer terug te komen. En soms lukt dat mensen en soms niet. Dan zie je gewoon dat ze zo van de baan zijn gehaald door die blessure en dat ze bang zijn en zo, dat ze er gewoon niet meer terug in komen. Wat zou je graag nog willen bereiken in je leven? Dat is een goeie. Dat zou ik niet weten eigenlijk. Ik zou de grote wedstrijden waar ik nu al aan meedoe gewoon eerste plaats willen halen. Meestal haal ik dat nog net niet. Dus. Waarom word je nooit eerste? Ik word al vaak eerste, maar ik kies nu zeg maar steeds meer de wereldwedstrijden uit. Zeg maar de top van de top en niet meer de kleine wedstrijdjes die ik eerst wel nog reed. En dan zou ik ook nog steeds winnen hoor. Maar ja, ik weet niet. Beperk mijn keuze gewoon en ik kies gewoon steeds meer voor het hoogst haalbare qua wedstrijden. En dan, ja, het is wereld de beste snowboarders zijn daar. Dus het is nogal moeilijk om daar eerst te worden. Durf je over jezelf te zeggen dat je dan nog niet goed genoeg bent? Ja, ik weet niet. Ja. Ja, nog niet goed genoeg. Om de eerste plaats te halen? Ja, het is niet per se dat je niet goed genoeg bent, maar dat je op een hele andere manier rijdt. Zeg maar, hun zien precies wat je moet doen om te winnen. En dat zie ik nog niet altijd, omdat ik nog lang niet zoveel ervaring heb als hun. Ik ben ook veruit de jongste die daar meedoet. Dus ik ben 18 en ik denk de volgende jongste is misschien 22 of 23. Dat is al een hele prestatie. Ja, dus het is al behoorlijk dat je daar überhaupt tussen mag staan. Ja, inderdaad. Hoe bekostig je zo'n reis? Begin van het seizoen geven mijn sponsoren me een bepaald budget en daar kan ik mee reizen wat ik wil. Dus zo betaal ik dat. En vader, verdien je dan vader nog geld aan? Ja, het is dus dat geld. Als ik daar nog wat van overhoud, dan is dat gewoon voor mij. En dan prijzengeld van de wedstrijden die ik win. En dan op het einde van het seizoen krijg ik nog een fotobonus. Dus als ik veel op internet sta, als ik op tv kom of in de boekjes sta of zo, dan krijg ik daar een bonus voor. En doe je alleen maar wedstrijden met snowboarden of is er ook nog een andere kant die je kunt doen snowboarden? Ja, er is een hele andere kant met snowboarden. Dat is wel leuk dat je daarna vraagt, want veel mensen denken dat er eigenlijk alleen een wedstrijdkant is, zoals bijvoorbeeld bij voetbal of zo. Maar zo is het helemaal niet. Je hebt veel mensen die ook kiezen voor juist helemaal geen wedstrijden te doen en die maken gewoon hun eigen snowboardfilms of filmpjes voor internet of doen dat ook niet en snowboarden gewoon voor zichzelf. Dus ja, het is een hele brede wereld eigenlijk. En doe je het allebei? Ik doe allebei, ja. Ja. Want ik vind filmen heel leuk, zeg maar voor filmpjes online en zo. Maar als ik word uitgenodigd voor een wedstrijd in Japan, kan ik daar geen nee tegen zeggen. Ben je dan nooit eenzaam? Als je daar in een hotel zit of... Nah, niet eenzaam, nee. Soms verveel ik me wel, maar meestal zijn er wel mensen die ik ken. Dus eenzaam voel ik me nooit. Vind je het niet jammer dat je niet echt vrienden kunt maken? Eigenlijk heb ik niet echt vrienden die dit zeg maar niet ook doen. Want iedereen die ik buiten het snowboarden als vriend heb, zijn allemaal jaloers of ik weet het niet. Dus, ja, merk je veel van jaloezie? Ja, heel erg, heel erg. Omdat je zoveel reist? Reist en ik weet niet, het goed doen, succesvol, steeds meer ben. Vind je dat vervelend? Ja, uiteraard.
Tuurlijk is dat vervelend. Mensen doen aardig tegen je omdat ze hopen dat je ze eens een keer meeneemt of zo. En dan vinden ze je eigenlijk een eikel of zo. Daar heb ik geen problemen mee. Maar wel als ze dan aardig doen tegen me, terwijl ze dat niet menen. Heb je nog een andere droom die je graag zou willen bereiken? Poeh. Ja, dat is ook gewoon veel geld hebben. Een mooie auto en niet meer hoeven te werken. Niet meer hoeven te werken na het snowboarden. Dus dat is de droom. Buiten het snowboarden. Ik wens je ontzettend veel succes met de komende wedstrijden. Je kijkt naar niet dromen, maar doen. En we hopen dat Jessie ooit aan de top zal staan. Idee gekomen om schoonheidsspecialist te worden? Ik wilde vroeger al vanaf kleins af aan wilde ik altijd van alles doen met beauty. Dus kapper, nagels, pedicure. Uiteindelijk ben ik dat niet gaan doen, ben ik eerst verpleegkunde gaan doen. Maar naderhand bleek dat eigenlijk niks voor mij te zijn. Ben ik bij een andere beauty salon begonnen qua nagelstyling en een beetje op het kappersgedeelte wat gedaan. En uiteindelijk heb ik eigenlijk de knoop doorgehakt om voor mezelf te gaan beginnen. En dan ben ik 3 jaar geleden ben ik alleen met de nagelstyling en wimper extensions begonnen. En zo heb ik eigenlijk schoonheidsspecialist en pedicure nog erbij geleerd. En omdat huidverbetering echt zo leuk is en zo qua specialisatie en zodat je er eigenlijk verder in moet, ben ik daar ook verder mee gaan werken en aan de slag gegaan. Waar heb je hiervoor gestudeerd? Ik heb in België de opleiding als schoonheidsspecialist gedaan. Pedicure heb ik in Heerlen gedaan en nagelstyling heb ik ook in Heerlen gedaan. Wanneer ontstond het idee om een eigen zaak te beginnen? Precies 4 jaar geleden ben ik eigenlijk op dat idee gekomen, ook samen met een vriendin van mij. Toen waren we het eten en toen kwamen we eigenlijk op dat idee om dat te gaan doen. En hebben we het een beetje uitgewerkt. En uiteindelijk ben ik thuis nog eigenlijk aan de slag gegaan. Maar ja, daar kom je niet zo ver als je thuis wat doet. En toen kwam ik eigenlijk hier in Brunsum terecht bij een salonnetje. En dan dacht ik, ja, als ik maar 3 dagen in de week ga beginnen, dan moet het wel ergens komen. Ja, nou van 3 dagen zitten we nou fulltime hier en dan ook nog in een groter pand. Je hebt ook personeel in dienst. Waar let je op als je personeel aanneemt? Ze moeten gewoon vanuit zichzelf al heel spontaan en vrolijk zijn. Netjes kunnen werken en de rest kunnen ze gewoon al lerende al doen. Heb je ook hindernissen ondergaan in de tijd dat je van studie naar een zaak? Eigenlijk viel dat eigenlijk best wel mee. Want ik doe eigenlijk altijd alles heel erg positief, maar ik begin nu, naarmate je wat ouder wordt, en dan begin je ook wat meer serieuzer naar dingen te kijken. En dan komt er ook, omdat je meer personeel in dienst hebt, dan komen er toch wel wat meer moeilijkheden op je pad. Maar uiteindelijk, als je daar goed over denkt, dan komt dat vanzelf ook weer goed. Noem eens een voorbeeld van zo'n hindernis. Financieel gezien, ik heb me eigenlijk altijd gewoon onafhankelijk gehouden. Ik ben eigenlijk nog altijd thuis blijven wonen. Ik heb al mijn bijbaantjes en zo gehad. Dus ik wilde het gewoon zo graag dat ik er ook alles voor heb gedaan om het financieel ook te kunnen redden. En het is gewoon zo, ik ben in een moeilijke tijd begonnen. Dus die tijd toen het makkelijker was, die ken ik financieel gezien niet. Dus daardoor weet je ook niet hoe het beter is. Wat doe je als er iets misgaat? Dan ga ik meestal een stuk wandelen met de hond. En dan doe ik dat voor mezelf allemaal bedenken. En dan heb ik nog een hele grote steun aan mijn moeder. Die bel ik dan altijd eventjes af om mijn verhaal kwijt te kunnen. En mijn vriend die doe ik ook nog altijd eventjes na 6 uur naar werk. Die doe ik nog altijd even helemaal speech met de hele dag. En meestal gewoon als je gaat praten en meer gaat denken, dan helpt dat ook weer. Maar ik heb ook gewoon sowieso heb ik ook nog bij een psycholoog altijd ook gesprekken en die helpt je daar ook zeg maar bij. Omdat ik toch nog wel jong ben en sommige dingen heb je nog niet zo heel veel ervaring mee. En dan bespreek je dat en dan komt dat ook altijd goed. Dan besef je eigenlijk waar je pas echt mee bezig bent als je dat doet.
En heb je nog wel tijd voor andere dingen, voor leuke dingen? Soms is het best moeilijk om echt veel tijd. Maar ik wil eigenlijk, ik heb gewoon 3 jaar lang nou alles ervoor gedaan. Dus dag in, dag uit alleen maar gewerkt om ergens te komen waar ik nou ben gekomen. En vanaf nu wil ik wel wat meer ook gaan genieten. Maar sowieso altijd de zondag en de maandagen probeer ik altijd vrij te houden. Want je moet gewoon 1 keer in de week moet je gewoon echt altijd tijd vrij plannen. Gewoon even je gedachten helemaal op nul zetten en gewoon even genieten. Want anders draai je zo door. En dan komt het niet ervan. Wat zou je nog graag willen bereiken? Ik wil het nou eigenlijk alleen maar groter gaan maken. Dus ik wil het stukje professionaliteit, de kwaliteit en de vriendelijkheid. En ook met het personeel, want we hebben nou eigenlijk de basis en alle behandelingen. Maar nou gewoon zo uitbreiden dat je daar nog meer gespecialiseerder in bent. En nog meer raakvlakken daarop hebt. En waar zijn jullie nu al gespecialiseerd in? In huidverbetering, pedicure, nagelstyling, make-up, acnebehandelingen doen we ook specialisatie in. We hebben nog botox en fillers. Ja, en dat was het eigenlijk. Hoe kijken banken er tegenaan als zo'n jonge meid als jou een eigen zaak begint? Die doen er wel altijd moeilijk over. Je moet dan eigenlijk een heel ondernemingsplan maken. En dan moeten ze ook nog maar in je dromen en je idealen geloven die je wilt bereiken. Maar omdat ik gewoon klein begonnen ben en heel veel bijbaantjes bij gehad heb, daardoor ben ik eigenlijk met een mat uitgegroeid. Wat ga je anders doen als nou dit niet zou lukken? Daar heb ik altijd heel vaak over nagedacht. Maar omdat je toch eigenlijk overal in gespecialiseerd bent, zijn er dus ook veel andere groothandels of bedrijven of waar je nog bijvoorbeeld kan werken als account manager of producten verder gaan studeren. Dus er is altijd wel iets van waar ik in te vinden. En ben je blij dat je toch door hebt gezet om een nieuwe zaak te openen? Ik ben heel erg, ja eigenlijk ben ik er echt gewoon blij mee en trots dat ik het zo ver heb laten komen en het gehaald heb. Heb je nog tips voor jongeren in Brunsum die net als jou iets willen bereiken? Ja, als je echt een droom hebt, dan moet je gewoon zo alles uitdenken dat je het ook gewoon, je moet er gewoon voor gaan. Vooral als je jong bent, je hebt nog niks wat je tegen kan vallen. Financieel heb je ook nog niet zoveel te maken, dus dan kun je ook nog niet ergens met de boot tegenaan varen. Dus je moet er gewoon voor gaan en het waarmaken, want anders is het ook zonde. Heb je nog tips voor mij wat je misschien aan mij zou veranderen? Misschien is het leuk voor winteraccentjes, voor met de kerstmis. Maar zo zie je er eigenlijk toch wel leuk uit. En ja, het ziet er ook mooi uit, dus dat komt ook wel goed. Oh, dankjewel. Oké, alsjeblieft. Heel erg bedankt voor het gesprek, Sylvia. En ik wens je ontzettend veel succes in de toekomst. Dankjewel. Heb ik mijn typebevoegdheid gehaald. Ja, dan mag ik dit soort dingen vliegen. Ja. Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel, laat ik zo zeggen, spannend. Je weet, je hebt ervoor geleerd. Je bent dat meester, je wilt heel graag. Ze hebben eigenlijk door Europa heen gevlogen. Dat heet Mutten. Dat staat voor Mutual Training. Ja. En dan vlieg je gewoon met 2 of met 3 of voor mij met 4 studenten. Vlieg je de hele Europa heen. En Sanne, gaat dat lukken? Ik denk het wel. Makkie. Nee. Ga ik me even omkleden. Piloot moet snel zijn. Zo. Waar gaan we in? Nou, kan je niet verder brengen door de cockpit? Oh, helaas. Kom maar, gaan we verder. Pak je in de reis. Hoe ben je op het idee gekomen om piloot te worden? Ja, eigenlijk, ik kom dat eigenlijk van jongs af aan. Ik ben als kind zijnde altijd gefascineerd geweest. Altijd thuis in de gezon op het gras gelegen en naar boven gekeken. Naar vliegtuigen, ja, dan kijk ik in die strepen. Ik vond dat prachtig, hoe zoiets machtigs, hoe zoiets vliegt. Ja, en ik wilde dat ook gaan doen. Ik ben er heel erg over gefascineerd geweest. Het is eigenlijk, ja, een jongensdroom, dat hoor je wel eens vaker. Ja, het is eigenlijk, ik ben ook door mijn vader heel veel meegenomen naar vliegshows. Ja, daardoor ben ik eigenlijk denk ik gevat door het vliegvirus. Al op een jonge leeftijd ontdekte je dat het voor jou vrij lastig was om piloot te worden. Kun je hier iets over vertellen?
Ja, ik heb inderdaad, mijn weg is niet makkelijk geweest, dat klopt. Ik heb, zoals jullie weten, een slechter gehoor gehad, althans links een verminderd gehoor, zo moet ik het zeggen. Dat resulteerde ook een beetje tot een matige leerlingcapaciteit die ik had. Dus ja goed, de benodigde bagage om piloot te worden bezitte ik op dat moment niet. En ik heb gewoon een langere weg moeten doorlopen om eigenlijk mijn droomtoetpiloot te verwezenlijken. Dus ja goed, en ook door de nodige familiaire steun en steun vanuit docenten heb ik toch eigenlijk hetgene uit mij kunnen halen wat nodig is om piloot te kunnen worden. En je eerste keuring, die ging niet goed? Dat ging niet helemaal goed. Nou ja, kijk, wat ik al zei, mijn linkergehoor, dat was wat verminderd en dat wist ik ook. Daar hebben mijn ouders ook heel vaak mij voor gewaarschuwd van, god jongen, kijk ook eens naar iets anders dan alleen piloot. Nou goed, ze doen dat toch eigenlijk eigenwijs, zoals ik een beetje ben. Toch doorgezet. En via ben ik dan op een keuringsstation gekomen. En ik wist eigenlijk, nou goed, dat zit niet goed. Maar ja, niet geschoten altijd mis. Dus ik heb die keuring gedaan. Ja goed, helaas, toch afgekeurd. Maar goed, zegt die arts. Buiten de vaste kast, helaas om. We gaan eens even een testje zo doen. Kijken of ik je toch goed gekeurd krijg. Nou, met de informatie die mij is toegespeeld, ben ik terug naar het KNO in Maastricht gegaan. Hebben de operatie ondergaan en sindsdien eigenlijk goed gekeurd. Met smile van oor tot oor daarna. Nou, wat zeiden je ouders daarop? Dat het je toch gelukt was? Ja, dat het mij toch gelukt was. Kijk, natuurlijk, mij is altijd gezegd waar hij wil is een weg. Maar ja, goed, je kunt wel zeggen ik wil astronaut worden of ik wil president van Amerika worden. Kijk, op een gegeven moment moet je ook reëel zijn in bepaalde zaken. Ja, inderdaad. Maar ja, goed, mijn ouders zijn heel blij dat ik het heb kunnen doen. Niet alleen mijn ouders, ook mijn oom en tante, de rest van de familie. Maar ik had misschien achteraf gezien toch ook iets meer ook naar andere beroepen moeten kijken. Maar ja, goed, dat weet je achteraf pas dat het iets een juiste keuze is geweest. Dus ja, ik heb ook helaas die glazen bol niet waar ik in kan kijken. Waar heb je hiervoor gestudeerd? Ik heb hiervoor heb ik eerst ben ik naar de MAVO gegaan, daar ben ik lager als de MAVO. Daar ben ik eigenlijk met 9's vandaan gekomen. Daar ben ik doorgegaan naar een reguliere MAVO, ook daar met 8's en 9's. Mijn examen is afgerond. Ja goed, om te vliegen is toch die HAVO, of tenminste een VWO, tenminste een HAVO vereist. Met wiskunde, natuurkunde en Engels. Ook goed, dus de eerst volgende logische keuze was dat ik die HAVO wilde halen. En ook daarvoor heb ik dan gekozen, omdat ik al een langere weg bewandeld heb, om eigenlijk één jaar in twee te doen. Of 2 jaar in 1 moet ik zeggen. En zodoende ook in 1 jaar mijn HAVO-diploma gehaald. En daarna ben ik begonnen bij Martinair. Die hebben mij doorverwezen naar hun vliegschool, Martinair Flight Academy. Welke gevestigd is in Lelystad. En zodoende kon ik aanvangen de opleiding. Natuurlijk weliswaar selectie van tevoren moeten ondergaan. Ja, en zodoende ook door de nodige familiaire steun ben ik daar doorheen gerold. En heb ik mijn opleiding kunnen aanvangen. En hoe kijken je vrienden daar nu tegenaan of tijdens de opleiding? Inderdaad, ik heb het menig keer met vrienden over gehad. Ja goed, ik wil piloten. Dat is maar 1 ding dat ik graag zou willen doen. Ja goed, en ook altijd goed. Ze hebben mij vaker in die waan gelaten. Kijk, wie wordt er immers piloot? Ik bedoel, heel veel mensen vallen af. Het is gewoon 80% die de selectie aanvangt, valt gewoon af. Dat is gewoon zo. Dus ja goed, ook met hun heb ik het daar heel lang over gehad. Maar goed, ook hun kijken achteraf als heel trots. En ook iets, een vriend, je kan zeggen een vriend is piloot. Dus wat dat betreft, ik denk dat ze ook heel trots zijn. En je hebt nu geen werk? Nee, helaas niet. Kun je uitleggen waarom het lastig is om... Het is inderdaad extreem lastig. Het is conjunctuur onderheven. Kijk, egaal wat je gestudeerd hebt, is het heel moeilijk om een baan te bemachtigen. Ja, sowieso in deze tijd. Maar in de luchtvaart is het sowieso lastig. Kijk, in principe als je kijkt naar de statistiek, is dus de luchtvaart qua niveau eigenlijk beter als voor de crisis. Maar consumentenvertrouwen, dat moet komen voordat ook maatschappijen verder gaan met investeren. Ja. En verder gaan expansiëren om op een gegeven moment jongens aan te nemen. Kijk, en uiteindelijk mochten zij nieuwe piloten gaan aannemen, zullen dat eerst ervaren jongens zijn. Kijk, ik heb dan wel een Boeing 737 type rating, oftewel type bevoegdheid voor een Boeing. Maar ja, ik mis net die vlieguren. Daar staat eigenlijk het hele verhaal mee. Dus ja, dat maakt het zo lastig. En je moet 12 uur per jaar vliegen om je brevet te houden? Ja. Dat lukt ja, wel? Dat is inderdaad voor kleine vliegtuigen zoals we er straks zagen. Dus dat inderdaad een vereiste zijn en een aantal andere zaken die er ook bij spelen. Maar om eigenlijk als commercieel piloot je brevet geldig te houden, is het eigenlijk meestal van belang om in een simulator periodiek recurrent te blijven volgen.
ja, daarmee kan je eigenlijk elke keer als een soort klein examen verwoorden je papier opnieuw verlengd. Dus het is niet zo dat als ik een jaar of twee niet gevlogen heb, dat ik daarna weer in zoiets kan instappen. Zo zit het niet in elkaar. En dat is wat beter gedood, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Heb je geen spijt ervan dat je nu die opleiding hebt gekozen? Geen enkel moment. Kijk, tuurlijk, er zijn inderdaad tijden dat je denkt, hè, verdomme, jammer dat ik nu ben begonnen met de vliegopleiding. Maar ja, van de andere kant, kijk, je moet keuzes durven maken om verder te komen. Kijk, en het is ook inderdaad, als je achteraf nadenkt, had ik misschien andere keuzes kunnen maken, of althans het hele aspect van de vliegopleiding vertragen. Maar dan kom je met een ander feit. Het is ook een maximale aannameleeftijd. Kijk, als je die passeert, dan wordt het heel lastig om ergens anders aangenomen te worden. Dus ja, wegen zijn eenmaal bewandeld die ik bewandeld heb. En ik zou zeggen, ik heb er tot nu toe geen spijt van. Zou je nog iets willen zeggen tegen jongeren in Brunssum die nu voor een moeilijke keuze staan of voor een vervolgopleiding? Ja, nou kijk, wat mij altijd gezegd is, waar een wil is een weg. En dat heb ik altijd heel goed in mijn oren geknoopt. En dat is ook waarom ik denk ik geworden ben wat ik nu geworden ben eigenlijk. Dus ja goed, ga voor bepaalde keuzes. Laat je niet leiden door hetgeen wat andere mensen vinden of denken. Kijk, je moet je ook heel goed afvragen. Is de droom of de ambitie die ik voor ogen heb, is dat ook wel mijn droom? Kijk, is het niet iets voorgeschreven, maatschappelijk iets? Of is het niet de droom van mijn ouders of van een vriendin of van vrienden? Kijk, je moet echt heel goed bij jezelf nagaan. Hetgene wat ik wil, is dat ook echt wel wat ik wil? Is het niet dat je niet straks achteraf voor teleurstellingen komt te staan? Ja. Heel erg bedankt voor het interview. Graag gedaan. Zoals je net hebt gehoord, waar een wil is een weg. En laten we dat vooral onthouden in moeilijke periodes.